Doe er eens in, doe er gewoon eens in. Jezus, kom maar. Maar schat, ik wil je bedanken voor deze leuke vakantie. Ja. Jongens, helmpjes op. Ah, voor de veiligheid. Dit was zo fucking vet! Leuk jullie kijken naar een nieuwe video en dit is ons echte laatste dagje op Kreta. Want morgen gaan we alweer naar huis, wel in de avond, dus we hebben nog heel eventjes overdag. Maar wij gaan nu naar het ontbijt en Ella die zit al een tijdje op mij te wachten. Maar we gaan, en wat gaan we vandaag doen? We gaan naar de... Naar de vissenspa. We gaan naar de vissenspa. Maar eerst even ontbijten. Ik heb deze gekozen, natuurlijk zijn heel weinig, maar kijk even die... Holy shit jongens. Oh, ik vind dit helemaal niks. Oh, bij jou zit er zoveel. Vind jij dit, zeg maar, met vissen zo? Doe maar erin. Doe erin dan. Ja, ik heb zo'n grote bek al uit over. Oh, zo, die is groot. Ga nou erin. Jij wilde dit doen, hè, El? Ja, ik weet het, maar dit is toch even... Kom op, doe erin doen. Ik ga zelf ook eens, kijk hoeveel ik er heb. Schatje, ga nou doen, want nu is het niet te wachten. Oh, dat voelt eigenlijk best wel lekker. Doe er eens in, doe er gewoon eens in. Jezus, kom maar. Bravo. Oh. Dit is echt heel gek. Bij jou zitten er zoveel. Ja. Oh, het voelt heel raar. Het voelt als allemaal kleine zuignapjes, zeg maar. Die gewoon overal gaan aan je tenen gaan zabbelen en zo. Het voelt echt gek. Maar jij hebt er echt heel veel. Het voelt een beetje alsof er allemaal kleine belletjes, zeg maar. Gewoon alsof je in een soort van bubbelbadje zit met je voeten. Ik moet zeggen, het tintelt nu nog een beetje. Zeg maar, je voelt je voeten nu nog een beetje tintelen. Ik moet zeggen, ik vond het minder eng dan ik verwacht. Ik zeg maar, wat Ella gisteren ook zei, gisteren in de vorige vlog ook zei. Ik heb al best wel veel rare beesten gezwommen met een keer met een haai en ook met een beetje allemaal rare vissen. Maar dan, zeg maar, dan vind ik dit dan weer gewoon eng van tevoren. Maar het viel hartstikke mee. Wij zijn onze koffers aan het pakken. Want we worden om 5:15 of nee, sorry, 5:05 worden we opgehaald door de bus. Om weer terug te gaan naar het vliegveld. Want om 10:00 vliegen we. En dan gaan we weer naar huis, jongens. Ja, aan de ene kant jammer, aan de andere kant ook weer heel erg lekker. Want kijk, jongens, dit uitzicht is natuurlijk heerlijk. Maar ik heb ook wel weer zin om lekker naar huis te gaan. Lekker gewoon weer thuis te zijn. Lekker weer mijn dingetje doen. En dan ben ik maar 3 dagen thuis. En dan ga ik alweer door naar Ibiza. En deze keer zonder Ella. Nee! Ja, wat wel kut is, we moeten dus zeg maar dus nu uit. En het is nu 10:00. En we moeten onze koffers dus waarschijnlijk ergens bij de receptie neerzetten. En we worden pas om 5:05 opgehaald. Dus we hebben nog een soort van, best wel eigenlijk een volle dag hier. Alleen, we moeten wel rekening houden dat we zeg maar al onze andere kleding die we in het vliegtuig aan willen doen, al in onze tas gaan doen. Maar dat komt helemaal goed, joh. Dat is geen moeite, dat is niks. Dat doen wij gewoon. Dus oké, koffertjes dicht. El, heb je alles? Ik hoop het. Komt goed. Oh, wacht, nee. Oh, ja, je jelletjes en zo. Ja, goed. Nou goed, jongens. Koffertje dicht. Bij de receptie zetten, ontbijten. En dan nog eventjes genieten van het Griekse zonnetje. Ja. heb je alles, denk je? Weet ik niet. Ik denk het wel. Toch? Dat was hem dan. De laatste zonnestraaltjes van Kreta. Ja. Ach. Jongens, we gaan lekker opruimen. En we gaan even boven omkleden. En dan gaan we naar het vliegveld. En dan zit de vakantie erop. Oh, jongens. Ik hoop wel dat de airco deze keer aanstaat in de bus. Oh. Want anders dan zijn we ook weer echt flink de lul. Ja, want ik heb natuurlijk ook weer een lange broek aan, zo. Ja, ik ook. Oh, yeah. Op de heenweg stond de airco uit. En het is ongeveer 2:00 naar het vliegveld. Huh? Wat leuk. Oh, ja. Nee, laat maar. Mijn gevoel waren we echt al boven. Oh. Maar goed jongens, we gaan eventjes omkleden en dan gaan we naar huis. Het voelt heel kort, maar ook weer een soort van lang. Oh, dat zei je echt heel zielig. Ja, gaan we weer naar huis. Ik ben weer helemaal omgekleed en Ella ook. En over een uurtje moeten we gaan, maar eerst heb ik nog eventjes een meeting met Noah en Niek. Voor een hele leuke Fanta Halloween campagne. Dus jullie gaan er nog veel meer van zien. Maar jongens, wel met een mooi uitzichtje nog. En nog eventjes een beetje genieten van Kreta. Mannen! Ja. Mannen, goede meeting. Ik zie opeens een dikke lens op mijn scherm. Goed hè? Oh nee, het is Vincent. Bank tegenwoordig. Ja, we hebben zulke chille meetingen. Ik zit hier op Kreta, Niek ligt lekker op de bank. Noah zit ergens in een kantoorruimte en nu is de wifi weg. Helemaal top. Nou,
top wifi hier. Oh, oh, oh. Ik ben nu klaar met de meeting, maar ik kan me altijd zo erg aan dat het wifi het niet doet en dat je elkaar dan niet kan horen en dat het aan het stotteren is en als ik aan het uploaden ben, dat mijn upload niet wil werken. Schat, wat is het toch allemaal? Wat heb ik toch zwaar? Wat heb ik het toch zwaar? Oh, wat heb jij een naar leven. Ja, echt bizar. Maar goed jongens, over een kwartiertje worden we opgehaald door de bus en dan gaan we weer terug naar het vliegveld en dan weer lekker terug naar huis. En schat, wat hebben we toch een fijne vakantie samen gehad. Weet je wat ik thuis heb liggen als ik thuis kom? Ja, nou, vertel maar, wat heb jij besteld? Nou, ik vond het zo zielig. Ja, jij vertelde dat Harry Potter ging. Ja, wij zijn Harry Potter fans. Ja, ik vond het zo zielig dat Dobby dood ging. Dus ik heb een knuffel van Dobby besteld. Ella heeft een knuffel van Dobby besteld, dus die is al binnen. Dus als Ella thuis komt, heeft ze een knuffel van Dobby. Ja. Ja, echt schattig. Echt leuk, jongen. Ik vind Dobby ook echt, echt schattig. Voor de mensen die Harry Potter hebben gekeken, die kennen Dobby wel. En die weten inderdaad dat Dobby schattig is en dat het zielig was dat hij dood ging. Maar goed, op naar het vliegveld. Daar zitten we dan, El. In de bus. En? Ja. Echt, doet hij het? Ja, maar niet zo. Oh, top. Dit is wel een beetje, het is echt van... Oh, daar is ook nog een airco. Maar goed jongens, daar zitten we dan in de bus en we gaan naar huis. Dit was hem. Ik heb hem op zijn max gezet. Goed zo. We zijn weer terug na 3,5 uur vliegen. Oh jongens. Ik was het helemaal zat. Het is nu 1 uur. We gaan lekker naar huis, schat. Ik wil je bedanken voor... Eigenlijk is het al 2 uur. Ja, eigenlijk wel. In onze jetlag. In onze jetlag. In Griekenland zou het niet 2 uur zijn. Cool, we hebben jetlag. Maar schat, ik wil je bedanken voor deze leuke vakantie. Ja. En nu ga ik lekker met de man naar Ibiza. Ja. Lekker... Dat zou ik maar niet in de vlog zeggen misschien. Nee, Ella vindt het niet heel leuk dat ik naar Ibiza ga. Ze is een beetje bang. Maar schatje, het komt helemaal goed. Oh jongens, ik ga lekker mijn bed in. Slaap lekker. Weet je wat het is? Oh. Ik vertrouw jou wel. Maar? Maar... Maar? Je vertrouwt Danny niet. Dat zeg je niet. Ja, dat zegt ze nee, wel. Nee, maar Danny heeft af en toe gewoon van die lekkere spontane ideetjes die gewoon bij het single leven passen, weet je? Ja, maar Danny is ook single. Ja, maar dus jij Danny niet. Danny moet dat ook vooral blijven doen. Maar jij niet. En ik wil ook niet dat je dat wel bent als je terugkomt. Nee, het komt helemaal goed. Jongens, wij gaan lekker slapen. Tot morgen. En morgen is een hele leuke dag, want ik ga met Gio, met de Ferrari, naar het circuit in Assen. Dus het wordt een topdag. Dus ik zie jullie morgen. En mij over een week. Een hele goede morgen. Ik ben weer lekker in mijn eigen bedje wakker geworden. En het is vandaag weer lekker vroeg. Het is 7:30 en ik ga richting Gio. Want vandaag hebben we een circuitdag in Assen. En Assen is best wel een pokken en het is 2 uur rijden. Dus ik ga nu eerst naar Gio's huis in Rotterdam. En dan gaan we met z'n tweeën met de Ferrari naar Assen. Dus jongens, het wordt een hartstikke leuke dag. Ik moet nog een beetje opstarten. Maar laten we lekker de auto in gaan. Ach, let's go. Ik heb trouwens echt een heerlijke vakantie gehad. Kijk, ondanks dat het eten niet heel erg lekker was, heb ik echt genoten van het strand, van de kamer, van Ella. Het was echt zo leuk met z'n tweeën. En ik heb heel erg genoten. Maar ik moet zeggen, nu lekker thuis zijn, vind ik ook heerlijk. Oh jongens, daar staat hij weer. Zo, dat is echt leuk. Maar nu heb ik alweer meer dan een week niet meer in mijn auto gereden. En dan is het echt leuk om gewoon weer te gaan rijden. Oh jongen, ik heb je zo gemist. Ik doe je open en ik ga je berijden. We zijn er. Ik moet echt een beetje opstarten jongens vandaag. We gaan naar Assen. We gaan een Ferrari crashen. Let's go. Yeah. Wij zijn nu onderweg naar Assen. Het is 2 uur rijden. En het is echt, dat is het enige nadeel van Assen. Het is echt fucking ver. Ja, pik, 2 uur. 2 uur. Hè, maar dat... Ja, het is echt lang. Maar hè, het was laat, was het 1 uur en 50 minuten. En we moesten er om 11 uur zijn. En hij zei nog echt op tijd komen, hè? Wie? Arjan zei dat. Ah, joh. Ja, maar bro, 2,5 uur rijden. Goeiemorgen. Jij zei tegen mij 2 uur. Ja, ik dacht 1 uur en 50 minuten. Ah, nou goed. Nou jongens, we gaan naar het circuit. Let's go. Kijk eens
jongens, wat voor auto's. Een Lamborghini STO en een GT3 RS. Op circuit Assen. Ik heb er wel zin in, jongens. Er staan ook al dikke auto's hier. Er staan aardig wat supercars. Kijk eens, jongens, wat een auto's, hè. Echt, oh, die Porsches allemaal hier. Dikke Mercedes, McLaren. Alles wat je zoekt is hier. Het is zo dik. Oké, jongens, hier komen een paar vette shots van een paar verschillende auto's. En van mij. En van Gio. Ja, wacht, dit is een slow-mo shot. Doe maar interessant. Jongens, helmpjes op. Voor de veiligheid. Kijk, jongens, het circuit is helemaal leeg. Niemand is er. Gio die is een beetje zenuwachtig, maar snap ik wel. Oké, Gio, daar ga je. Wil je nog wat zeggen voordat je de auto nog hebt nu? Succes. Oké, jongens, daar gaan we. Kijk, jongens, deze auto, de BMW M440i. Ik heb hier ooit een testrit in gemaakt. Is dat jouw... Nee, ik heb hier wel een testrit in gemaakt een keer. Echt ook een hele dikke auto. Echt heel gaaf. Kijk, jongens, die stoelen en zo. Mooi nieuw interieur. Ja, dit is echt wel een vet ding ook. Eerste ronde, of nou, de tweede ronde. Zie je dat haaien? Doe ik het goed? Ja, je doet het goed. Ja, toch? Ja, hier lekker naar buiten. Je hebt je eerste drie rondes overleefd. Even uit. Oh. Ik moet gelijk tanken. Oh. Jongens, we hebben het overleefd. Ja, dat was wel echt ziek, hè? En ook in het nat. Ja. Ik vind serieus dat je het echt goed deed, man. Het ging echt goed. Ook inderdaad, op het natte circuit, het ging gewoon prima. Maar dit was eigenlijk best een goede set. Gewoon even nu de baan op, even rust. Ja, lekker niet druk, dus je kan kijken wat je moet doen. En, oh, echt top. Het ging echt goed. Ik heb gelijk heel veel vertrouwen gekregen. Goed zo, maat. Yeah, we leven nog. Yes! Zo, jongens, ik vind het zo leuk om te switchen tussen, zeg maar, de lenzen. Af en toe doe ik gewoon Sigma lens erop. Ik ga nu zeggen, ik vind het zo leuk om te switchen hier op het circuit. Begin je ineens over lenzen? Oh ja, nee. Zeg maar, gewoon het chill dat je, zeg maar, met die andere lens kan je weer andere beelden vastleggen en ja. Maar G, wat ben jij? Oh. Gekke kleur, man. Het ging echt goed. Ja, het ging echt wel goed. Maar die baan werd, zeg maar, de goede lijnen werden ook gewoon weer droog. Hey, kijk. Oh, ze zijn wel echt aan het beuken hier, hoor. Let op. Het blijft zo leuk altijd. Ferrari, okay. Ja, dat was die omgebouwde Ferrari. Ja. Oh, daar komt de Performante. Performante, oké, Lamborghini, jongens, komt hij. Je hebt hier dus een meetpunt zitten, dus je moet eigenlijk je gas een beetje inhouden hier. Mensen bescheid. Ze trekken hem gewoon open. Oh, lekker, hoor. Finn! Holy shit, man. We zijn net bezig. Sowieso, als eerste bedankt. Wick, dit is een ervaring. Wie kan nou zeggen dat hij in een Ferrari 458 speciaal op het circuit heeft? Een echte circuitgebouwde auto, inderdaad. Hop. Hey, ik moet zeggen, het is echt wel goed te doen, zeg maar. Ook qua... Maar hij stuurt ook zo lekker, hè, deze auto. Ja, het is dus helemaal niet druk op de baan. Dus dat is top. Gas los, want hier is een meting. Kijk, en dan kan je nu weer naar gas. En dit wordt een gevaarlijke bocht. Af en toe die zwarte.
ondanks dat de baan dus nat is, jongens, is dat echt wel lekker te doen eigenlijk. Maar hij wordt al wat droger. Ja, hij wordt al droger, ja. Het zonnetje schijnt. Kijk eens. Wel nog wat wolkjes daar. Die auto ligt zo fucking goed op de weg. Ja, heerlijk hè? Holy shit. Fucking dik. Oh, deze moet rijden, man. Ja, geen probleem. Oh, jongens. Hij staat er weer. En ik heb 3 rondes gereden, ging echt goed. Opluchting nu? Ja, nou niet opluchting, maar weet je wat het is? Op een gegeven moment krijg je vertrouwen toch in het sturen. Ja, ja. En één keer daar, zeg maar, remde ik iets te laat in. En dan voel je, zeg maar, dat hij een beetje gaat... Dan voel je, zeg maar, dat de auto een beetje losraakt. Maar het is niet eng, want jij hebt zoveel controle over dat ding. Auto, en dat is niet omdat mijn eigen auto is, maar ja, ik denk dat jij dat ook merkt. Hij ligt zo. Ja, het is echt hij heel goed. Hij stuurt direct, hij corrigeert heel goed. Je merkt gelijk wanneer je een beetje slipt. En hij corrigeert hem gewoon heel erg. Dat is gewoon fucking nice. Ja, het is echt ziek. Kijk hem gaan, kijk hem gaan. Je ook gewoon, zeg maar, als je de lijn nog goed weet, kan je ook snelheid maken. Ja, ja, ja. Als je goed de bochten in en goed remt, dan kun je echt fucking veel snelheid maken. Ziek. Oh jongens, dit is zo dik. Dit is zo dik. Holy shit jongens, dit is zo gaaf. Dit is zo'n vette ervaring. En ik zei dat ook al tegen Gio. Zeg maar, als je op een gegeven moment een paar keer goed gewoon die baan even leert kennen, dan kan je op een gegeven moment echt weten waar je snelheid kan maken. Net buiten, weet je wat? Het is echt... Ik heb echt geen woorden voor, man. Jezus, echt fucking dik. Kijk jongens, het is weer nat. Oh, oh, oh. Nat, nat, nat. Nat, nat, nat. Maar goed, wij vonden het mooi geweest. We hebben het overleefd. We hebben allebei veel en genoeg rondjes gereden. Dus het is mooi geweest, jongens. Moet je op je hoogtepunt moet je lekker stoppen. Dus wij gaan lekker naar huis. Het is ook nog weer 2,5 uur terugrijden. Dus ja, dat is ook niet fijn. Ik moet zeggen, ik ben trots op jou. Waarom? Nou, de auto is nog gewoon heel. Ja, eerlijk? En we hebben gewoon wel op het circuit lopen knallen. Oh, en keihard. En keihard ook. We zijn weer terug, jongens. Heerlijk. Ik ben hier lekker aan het editen. Gio is lekker aan het editen. En jongens, ik vond het een hele vette video. Ik heb echt, echt heel erg genoten van deze dag. Het was zo'n vette ervaring om in de auto van Gio ja, die hier achter staat. Graag gedaan. Hè? Huh? Graag gedaan. Ja, ik vond het echt een hele vette ervaring. Ik heb echt genoten. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Maar wat ik zei, jongens, we hebben echt een hele vette dag gehad in dit kanon hierachter. Maar goed, jongens, ik ga de vlog voor vandaag afsluiten. Dus vond je dit nou een leuke video, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want we gaan echt lekker de laatste tijd. En dan spreek ik jullie later. Even de Pookie primeur in jouw vlog. Oh ja. En dit is Pookie, jongens. Dit is de nieuwe geadopteerde kat van Gio. Ah, ja. Maar dan moet je even de video van Gio gaan kijken. Waarin, dus, even kijken en...